Ik ga het liedje leren, wat staat er in de kamer van 1, 2, 3 zin. In dit liedje komen 4 akkoorden voor. Het D-akkoord, het C-akkoord, het G-akkoord en het A-akkoord. Alleen je ziet iets raars. Je ziet hier namelijk het A-mineur 7 akkoord. En dat A-mineur 7 akkoord is helemaal leeg zo te zien, dus dat is gewoon de open klank van je ukulele. Goed, het D-akkoord. Ik pak het D-akkoord met mijn middelvinger op de tweede vakje eerste snaar. Daaronder zet ik mijn wijsvinger op de tweede snaar. En daaronder zet ik weer mijn ringvinger. Het kan wel zo zijn dat ergens staat dat de wijsvinger midden precies andersom is. Alleen ik pak hem precies andersom, omdat ik dan wat makkelijker naar het A-akkoord kan. Ik hoef namelijk alleen maar mijn wijsvinger naar beneden te schuiven en deze vinger, ringvinger, los te laten. En dan heb ik al het A-akkoord. En dan zet ik ze erbij. Dus dat is de reden waarom ik mijn vingers zo op die manier zet. Ik ga het liedje zo spelen. En ik wissel het liedje af door een couplet zonder mijn vingers erop te zetten. Dus het A-mineur 7 akkoord. En het tweede couplet gebruik ik het C-akkoord. Zoals het ook op de partituur, dus op die muzieknootjes, geschreven staat. Nou, je zag al dat ik ook iets deed met het opschuiven van het A-akkoord, als het ware. Er zit namelijk een loopje in dat liedje. En wat ik dan doe is mijn wijsvinger op de tweede snaar eerste vakje. En dan schuif je dat door naar het tweede vakje op diezelfde snaar. En dan schuif je hem door naar het vierde vakje. Dan kan je schuiven met je wijsvinger. Je kan ook zeggen van nou, ik doe mijn wijsvinger en dan mijn middelvinger en mijn ringvinger. Omdat die het gewoon dichtst bij die fretten zit, bij die vakjes. En soms schuif ik ook wel eens deze door mijn middelvinger. Oké, als ik de melodie speel en ik ga oefenen, dan doe ik het eerst met mijn duim. Dan krijg je dat tussenstukje. Dan gaan we naar het tweede couplet. Doe het ietsje langzamer. Ta 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 ta
eens een keer die C pakken. Ta 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 ta. Ik hoop dat je een leuke les hebt gehad en ik wens je heel veel succes met het leren.